Hallo jongens en meisjes, helaas Jok. Het koetshuis bewaar ik voor een volgende keer. Nu eerst het stadhuis. Ik zit hier op een van de twee leeuwen. En de leeuwen kijken richting de grote kerk waar we al een keer eerder geweest zijn. Gaan jullie mee naar binnen? Voordat ik naar binnen ga, wil ik jullie nog even wat vertellen over dit mooie stadhuis. Ik sta hier dus voor het huis van de burgemeester. Nou ja, van de burgemeester. Eigenlijk is het van de stad. Maar de burgemeester is er niet vaak hoor. Want hij slaapt natuurlijk gewoon in zijn eigen huis. En hij werkt op het stadskantoor. Maar zijn gasten ontvangt hij graag hier. Nogal logisch natuurlijk. Het is ook zo'n prachtig gebouw. De voorkant is eigenlijk nog nieuw. Maar de binnenkant is al meer dan 600 jaar oud. Handelaren uit België hebben het laten bouwen. Ze kwamen hier om stoffen te verkopen. De stoffen noemden ze laken. Dus de naam werd al snel bedacht. Een lakenhal. Geachte raadsleden, ik verklaar deze raadsvergadering voor geopend. Ik wens u een fijne middag toe. PS, u kunt uw oordopjes halen beneden in de hal. Fijne dag. Ik zit nu in de raadzaal. Hier vergaderen de raadsleden over van alles en nog wat. Bijvoorbeeld, waar gaat er een weg weg? Of waar komt een weg? En wij gaan nu dus ook weer weg, want wij gaan naar de zolder. Ga je mee? Hoi Willem! Doei Willem! Vroegere burgemeesters en wethouders, ze heten Schouten en Schepenen, vonden het gebouw geweldig deftig. Ze wilden er zelfs wel werken. Ze ontvingen hoge gasten, zoals koningen en koninginnen, maar ook lage gasten, zoals misdadigers. Ze waren zelf ook rechters en konden dus straffen uitdelen. Hier achter mij is een maquette van het oude stadhuis. Zo zag het er dus uit. We gaan nu de cellen bekijken. Ga je mee? We zijn hier op de zolder van het stadhuis. Hier zijn nu nog 7 cellen. Zullen we er even in? Oh, wat een eng hol! Oh, allemaal spinnenwebben en vliegen. Brrr. Ik zou het er geen minuut langer vol hebben gehouden. Vroeger zat hier ook meneer Roest. Wat hij had gedaan weet niemand meer, wel dat hij de benen nam. Met een mes sneed hij het slot uit de deur. Snel schreef hij dit nog op de muur. Heren, als u roest wilt houden, moet u ijzeren kachotten bouwen. Want in een cel van steen of hout, daar is roest niet in vertrouwd. Hier is het mes en daar is het gat. Morgen is roest uit de stad. Bah, jongens en meisjes, het is hier net een spookslot. Ik ga maar gauw weg hier. Ik sta hier bij de klok. Dit is de klok van het stadhuis die je altijd hoort luiden als je het stadhuisklok hoort luiden. En dat werkt natuurlijk op een klok en dit is hem. Er staan ook teksten op. En er staat iets van, er staat een jaartal op, 1897. En daar wordt natuurlijk tegen aangeslagen met zo'n hamer. Je vingers zal maar tussen zitten, dan ben je niet blij. Nou, we gaan nu maar naar buiten. Zo, dit is gaaf hoor. We zijn hier nu echt in het centrum, want toen we met de kerk waren, niet heel ver weg, maar dat is nog hoger en dat is ook weer anders. Nu is het toch wel weer grappig om dit zo te zien, want ja, je zit nu echt net boven de huizen natuurlijk. Dus ja, je hebt een beetje een Zwarte Piet idee, hè?
Ja, jongens en meisjes, ik vond het hartstikke leuk hier op het stadhuis. Het was voor mij ook weer een hele beleving. En ook voor de cameraman. Nou, tot de volgende keer. Terug naar jou, Jok. Zoals je ziet, wordt er heel vaak getrouwd hier op het stadhuis. De bruid en bruidegom gaat net weg. Maar goed, er wordt dus heel vaak getrouwd. Nou, doeg!